Ver achteruit in zijn blaffen, zou wat dichter tegen die pakwerker moeten blijven. En dan ook als jij daar komt, moet die bewaking wat strakker bij die pakwerker blijven. Als hij dan uitgeroepen wordt, komt hij wel onmiddellijk aan. Voetoefening is nog goed. Vlucht van de pakwerker. Gaat met veel overtuiging in, vol een beet, maar gaat hier even wat afzakken. Moet die beet ook houden die hij heeft. Lost hij nog wel goed op bevel. Oefening is nog goed. Verdeling van de hond. Hier is de beet op zich geen enkel probleem. Volle beet, vast een beet. Enkel zou je op bevel nog iets directer moeten lossen. En dan ook in zijn bewaking na een tijdje gaat hij een beetje achteruit schuiven. Zou ook dicht tegen die pakwerker moeten blijven. Krijgen we rugtransport. Hier gaat hij bij het moment iets fel voordringen. Kan het iets correcter volgen. Oefening is nog goed. Krijgen we overval, dan gaat hij wel onmiddellijk met veel overtuiging in. Enkel moet hij
op bevel weer iets directer lossen en opnieuw die bewaking wat strakker bij die pakwerker houden. En dan krijgen we aanval op de hond uit beweging. Hè. Hond is goed onder controle naast u. Als hij ingezet wordt, komt hij met heel veel overtuiging. Kan de beet misschien een tikje voller zetten hier, maar moet dan zeker directer lossen op bevel. Oefening is goed. Verdediging van de hond, beet op zich geen enkel probleem. Veel overtuiging, vol een beet, houdt die beet goed. Enkel moet hij hier directer lossen en dan moet hij opnieuw die bewaking wat dichter bij die pakwerker houden. Na het afmelden, als jij de hond dan meeneemt, hier heeft hij nog een tweede bevel nodig om mee te komen met u. Moed en vechtlust is uitgesproken vandaag, een goed met 87 punten.